Hi iedereen, welkom bij Yoga at Home with Yogini Sue. Ik ben Yogini Sue en vandaag hebben we een hele speciale episode. Het is namelijk één voor de laatste van het seizoen. Dus we gaan het wat rustiger aannemen, want we hebben hard gewerkt tot nu toe. So we deserve a little break. Dus pak je favoriete kussens, je dekentje, alles dat cozy en comfy is. En kom lekker op de mat zitten. Tot zo! Zo, ik hoop dat jouw haren ook lekker los zijn en dat je helemaal relaxed voelt. We gaan rustig aandoen. Laten we beginnen met de ademhaling. Plaats je linkerhand op je borst en je rechterhand op je onderbuik. En we gaan de ogen dicht doen. Rol je schouders naar voren, naar je oren en naar achteren. En probeer te voelen waar je zitbotjes de mat raken. Voel het gewicht. En adem diep in. En je buik komt naar buiten. Adem uit. Navel naar binnen. Voel je hart kloppen. Adem in. En uit. Met elke inademing kracht en energie. En met elke uitademing laat je los. Laatste keer in. En uit. Heel goed. Laat je handen op je knieën. Open je ogen. En we gaan voor een relaxed side stretch. Doe je arm omhoog. Beide. Kijk omhoog. En omlaag. Kin op de borst. Omhoog. En omlaag. Heel goed. We gaan voor een side stretch. Adem in. En voel die stretch aan de zijkanten. En uit. En in. Omhoog kijken. En uit. Andere kant. Deze stretch had ik zelf ook nodig. En omhoog. En uit. Omlaag. Duw de achterkant van je knieën één voor één in de mat. Heel goed, heel goed. En we gaan onze strap of sjaal pakken. En vorige week hadden we geoefend met het stretchen van de hamstring. We gaan het even één keertje doen. Tenen naar je toe. Je ademt in. Kijk omhoog. En je ademt uit en je vouwt vanuit je heupen. Heel goed. Een kleine stretch, niet te ver vandaag. In omhoog en uit, ietsje dichterbij. En let op. We gaan dus niet voor de ronding, maar we gaan vouwen vanuit de heupen. Dus borst naar voren. Heel goed. En in. En uit. Heel goed. Als het je lukt en je hebt kussens bij je, van yoga bolster, plaats die op je benen. En kijk als je naar voren kan vallen en op je kussen je bovenlichaam kan plaatsen, steeds op een inademing. Je ziet, ik beweeg met mijn heupen, omdat het helpt om de zitbotjes op de mat te planten en om juist te vouwen. Nu ga je wel een kleine buiging zien, dat is niet zo erg, want we gaan nu even voor een relaxte pose. En als je niet zo ver omlaag komt, nog een paar kussens stapelen, gewoon op jouw niveau. Yes? Adem in. En uit.
We nemen 3 ademhalingen hier. In. En uit. In. En uit. Laatste keer in. En uit. Kom omhoog. Als je je hoofd naar één kant hebt gedaan, ga je nu ook je hoofd naar de andere kant doen. Dus ik ga deze kant op kijken en wie kwam ik daar tegen? Bubbles. Die was dus aan het schuilen achter het kussen. Dus ja, Bubbles komt er vandaag deze episode gezellig bij. Intussen gaan we de andere kant op. Naar voren. Op een uitademing. In. En uit. In. En uit. De laatste keer in. En uit. Heel goed. Kom omhoog. Dit noemen we een yummy stretch. Dus aan de ene kant ben je lekker aan het stretchen en aan de andere kant ben je ook aan het relaxen. We gaan de heupen ook lekker losgooien. Dus ik ga zo zitten. Ik neem mijn kussen mee. En eigenlijk doe ik mijn benen open. Eigenlijk is het dan een beetje te laag. Ik hoop dat jullie meer kussens hebben. Wat ik ga doen, en als jullie die ook hebben, kan je ook je yoga blokken pakken met extra hoogte. En ik ga ze gebruiken om dit hoger te plaatsen. Yes. Want vandaag gaan we niet voor de maximum stretch, maar we gaan gewoon voor een relaxte stretch. Dus je benen gaan open. Je hebt je kussens ready. Of je blokken. Of beide in mijn geval. En we gaan naar voren komen. Dus mijn voet is echt zo in Bubbles vandaag. We gaan naar voren komen. Ready? Adem in. Adem uit. Drapeer jezelf over je kussens. Je mag je kin plaatsen op je kussen. Of je hoofd mag ook naar één kant. En daarna weer aan de andere kant. Ik blijf naar voren kijken. We gaan voor 4 ademhalingen samen. Yes, dus je mag 2 om 2 doen. Of 4 met je kin op je kussen. Je handen plaats je voor je relaxed. Here we go. Adem in. En uit. In en uit. In en uit. Laatste keer in en uit. Ik wil elke keer niet meer opstaan. Nou. We gaan lekker verder. De benen dicht. Een lekkere passieve stretch hebben we gehad. Die benen mag je sluiten. Voetzolen bij elkaar. En we gaan voor de butterfly. Deze is eigenlijk het meest actieve wat we vandaag gaan doen. Je weet het, duimen in het midden van je voetzolen. En we gaan fladderen. Gewoon om nog een beetje extra los te gooien. Yes. Heel goed. Yes, dat geluid zocht ik. Ha, dan weet ik dat het even lekker los zit. De benen gaan dicht. En dan gaan we naar het volgende gedeelte. Zo, we gaan vandaag ook lekker die schouders losgooien. Je kent het wel. We zitten, veel van ons zitten of op school, of op kantoor, of we zijn de hele dag met ons telefoon bezig.
En die schouders die kunnen dan best wel tijd aanvoelen. Ik ga me even omdraaien. En je gaat weer je strap of je sjaal pakken. Heel goed. En wat we gaan doen. We gaan op een vrij grote afstand van elkaar houden. De armen strekken. En de strap vasthouden. Okay? Probeer hem niet te dichtbij te doen. Lekker ver af. En je ellebogen zijn helemaal gestrekt. Je kijkt omhoog. Adem in. Open je schouders, open je hart, adem uit. En je roteert je schouders naar achteren. Blijf omhoog kijken. Je gaat de neiging hebben om je kin op je borst te zetten. Niet doen, blijf omhoog kijken. Blijf openen. In en uit. Pas als je hier bent, kan je kin op de borst doen. Adem in. Let op die armen, blijven gestrekt. Openen, openen. En uit. Heel goed. En in. En uit. Laatste keer in. En uit. En in. En uit. Heel goed. Die oefening met die strap, die shoulder openers, zijn erg fijn om elke dag te doen. Waarom? Hij helpt om die rotatie van de schouders, dus ook je mobiliteit te oefenen. En tegelijkertijd helpt het ons om wat flexibeler te worden en ons postuur te verbeteren. Want postuur verbeteren is niet alleen maar gewoon forceren om recht te zitten, maar je hebt ook meer ruimte in deze spiertjes hier. Dus, ik zal hem zeker elke dag doen. Gaan wij nu op de knieën komen. Pak weer je kussens. We gaan in de child's pose, maar we gaan lekker in een supported child's pose. Plaats je kussen in het midden van je mat. Je knieën die open je. Zijkanten van je mat aan weerszijden. Je grote tenen die zijn bij elkaar. En we gaan weer over het kussen heen. Plaats je borst op het kussen, plaats je hoofd op het kussen. Zolang je een fijne stretch voelt in deze, in je onderrug. En je tegelijkertijd met je bovenlichaam zinkt in je mat. En voelt waar je gewicht verdeelt. Heel goed, je mag je ogen sluiten. We gaan voor 4 ademhalingen. Ik doe 2 aan weerszijden. Adem in. En uit. In. En uit. In. En uit. We gaan het kussen door naar achteren schuiven. Wij komen ook meer naar voren. En we houden hem daar. En je weet het, als jij meerdere kussens nodig hebt dat die hoger is, gewoon erbij pakken. Wat we gaan doen, is we gaan naar achteren nu. We gaan voor een hamstring stretch. Adem in. En uit. Kom lekker naar achteren op je kussen of kussens. En nogmaals, als je een pijn in je knieën voelt, niet doen of hoger opkomen. Voor mij is dit comfortabel. Dus ik ga lekker hier blijven, mijn ogen sluiten. Handpalmen omhoog. En we gaan weer 4 keer ademen. Adem in. And
Met de armen omhoog heb je extra opening in de schouders. Maak je lang. En steun op je ellebogen. En kom langzaam weer omhoog. Heel goed. We komen weer naar voren toe. En deze keer doen we ook weer de handpalmen omhoog, maar achter je. Heel goed. Here we go. Sluit je ogen. Je hoofd mag naar de zijkanten. Adem in. En uit. In. En uit. Draai om. Kom weer omhoog. Goed, we gaan voor een pigeon pose, pigeon stretch. En daarvoor gaan we één been voor je plaatsen. En hij mag naar binnen gevouwen zijn. We gaan niet te moeilijk doen. Je andere been is achter je. En je heupen probeer je recht te houden. Dus je recht naar voren. Yes. Zoek even je stand. En je gaat hier een opening voelen. En ook wel in je billen een stretch. Je pakt je kussen of kussens erbij. Plaats hem voor je. Je heel mag tegen je heup aankomen. En weer drapeer jezelf over je kussen heen. Adjust je kussen. En hou je in deze stretch lekker liggen. Ogen dicht. Inademen. En uit. In. En uit. Andere kant. Wisselen van been. Je andere voet komt voor. Achter. En je weet, het kan aan de ene kant wat strakker aanvoelen dan de andere kant. Dat is helemaal normaal. Zoek even je stand. Je hiel komt tegen je heup aan. Je heupen richten zich naar voren. Cushion ready. En here we go. Ja, deze kant voel ik meer stretch dan de andere kant. Dus deze kant is bij mij wat strakker. Probeer ook bij jou te voelen hoe het aanvoelt aan de verschillende kanten. In. En uit. In. En uit. In. En uit. En de laatste keer in. En uit. Kom weer omhoog. Kussen uit de weg. Je been. Zo, dit is weer een beetje anders dan we gewend zijn te bewegen. Dit is veel rustiger en relaxter. Ik hoop dat jullie dit ook fijn vinden. We gaan nu naar het laatste gedeelte.
schouders te helpen openen. En ik ga twee variaties laten zien. Eentje met het kussen en eentje met twee yoga blokken. Als je blokken hebt, is deze dus erg handig. Maar ik begin met het kussen of met de kussens. Je plaatst hem helemaal aan het uiteinde van je mat. Benen wijd, net alsof je voor een shavasana gaat. En je gaat overheen liggen. En je zal merken dat omdat je dus een kussen in je rug hebt, je een grotere, een fijnere opening hebt in de schouders ten opzichte van wanneer je plat ligt. Ik vind hem nu een beetje te hoog, dus ik ga hem een klein beetje adjusten. Ook bij jou, als iets niet fijn voelt, aanpassen. Ieder lichaam is anders. Ja, dit voelt ietsjes fijner voor mij. De handpalmen omhoog. En kijk, mijn schouders, die droppen vanzelf. Handpalmen omhoog. Je voeten, lekker relaxed. Yes. We hebben twee ademhalingen hier. En dan gaan we voor twee met de blokken. Sluit je ogen. Hou je schouders relaxed. Als je merkt dat je ze toch optrekt, laat ze lekker hangen. Adem in. En uit. In. En uit. En dan laat ik de tweede variatie zien. Steun op mijn ellebogen. Ik kom omhoog. Kussen gaat even uit de weg. Als je dus yoga blokken hebt, dan is deze erg fijn om te doen als je bijvoorbeeld een lange dag op kantoor hebt gehad. De yoga blokken die hebben drie standen. De laagste stand, de middelste en de hoogste stand. Zorg ervoor dat je hem op de stand zet die voor jou prettig voelt. Ik ga hem op de middelste stand plaatsen. Hoe ik ze ga plaatsen is in een T-vorm. Ik plaats één blok in de lengte en eentje in de breedte. Niet er tegenaan, maar zo ongeveer 5 centimeter erboven. En ik ga hierop komen liggen. Als de blokken op een lagere stand zijn, ziet het er zo uit. En op de hoogste stand, afhankelijk van jouw flexibiliteit, ziet het er dus zo uit. Wat je doet, op dezelfde manier dat we in de shavasana komen, kom je naar achteren, je benen zijn wijd en je gaat je blok op je ruggenwervel plaatsen. Je gaat proberen te voelen, ongeveer voor de dames waar je BH of je sport BH begint, voor de heren ongeveer in het midden van je rug. En je drapeert jezelf eroverheen. En je onderblok die is ongeveer bij de kruin van je hoofd. En het is even voelen, even adjusten. Ja. Heel goed. Heel goed. En je hebt hetzelfde effect als met het kussen. Alleen is dit een wat scherpere stretch, zullen we zeggen. Ik voel nu ook een massage namelijk in het midden van mijn rug. Ik vind dat heel prettig. En de schouders die worden nog meer geforceerd om te openen. Omdat ze niet zoveel oppervlak hebben om te rusten. In deze stand gaan we ook twee ademhalingen nemen. Sluit je ogen. Adem in. En uit. Stretches die we vandaag hebben gedaan, mag je trouwens veel langer doen. Zolang als je ze prettig vindt. Je hebt ze nu van me geleerd. Of je kende ze al, je hebt een refresher gehad. Deze episode is ook op YouTube te vinden. De
Dus anytime dat je wat extra relaxation nodig hebt, wat extra stretch, zonder al te veel te forceren, kijk je lekker terug wat het ook alweer was en kan je hem nogmaals doen. Zet het ook op pauze en dan blijf je zo lang als je wil. Als je zoiets hebt van, ja maar die blokken, die strap, zo'n booster, dat heb ik allemaal niet. Ik kan me voorstellen, je kan ook boeken gebruiken, boeken die even groot zijn, een sjaal, een badoek en any other kussen. Als je zoiets hebt van, nou ik zou toch de spulletjes willen, dan check je de Yoginisu shop, want ik verkoop ze ook in de shop. En voor nu gaan we lekker in de Shavasana. Zo, laatste gedeelte. Een lekkere Shavasana met een bodyscan. Ga lekker liggen, zonder kussen, zonder anything. Handpalmen omhoog, vind je stand, zoek je stand. Oké. Doe je ogen dicht. En probeer slechts te focussen op je gewicht, op de mat en mijn stem. En we beginnen bij de tenen, de voeten, de voetzolen. Probeer je aandacht daarheen te brengen. En wanneer je uitademt, je blijft lekker doorademen. Met elke uitademing stuur je energie, stuur je voor je gevoel je uitademing richting je voeten. Hetzelfde doen we nu voor de schenen, voor de kuiten, voor de enkels. Visualiseer ze, voel ze en stuur je ademhaling daarheen. En dan gaan we naar de knieën, de dijen, je hamstrings, adem naar ze toe. En elke keer als je uitademt, laat je los. En breng je aandacht nu naar je onderrug. Je onderbuik, je navel. En adem naar die plekken toe. We komen langzaam wat hoger. Je buikholte, je ribben, je middenrug. En weer wat hoger. De schouderbladen, schouders, je borst, borstbeen. Alles wordt zwaarder met elke uitademing. Wij gaan richting de armen, bovenarmen, ellebogen, onderarmen en de handen. Voel ze hangen aan je lichaam. Adem er naartoe. En dan komen we bij je nek, je hals, je hoofd. Probeer te voelen als je spanning op je kaken hebt. Zo ja, laat het los. Adem diep in. En de laatste keer uit, heb het gevoel dat je je uitademing door je hoofd heen stuurt. Heel goed. Beweeg met je vingers en je tenen. De benen komen naar elkaar toe. Maak je lang.
voetzolen op de mat. Maak je klein. Voetzolen weer op de mat. En rol op je rechterzij. En duw omhoog. Probeer je ogen gesloten te houden. Totdat je rechtop zit. Doe je ogen open. Hi, daar zijn we weer. En dan gaan we afsluiten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze relaxte aflevering van Yoga at Home met Yogini Su. Ik ben in ieder geval helemaal zen. Ik hoop jullie ook. De volgende episode is de laatste. We gaan lekker aan de slag met alles herhalen wat we hebben geleerd dit seizoen. Ik groet jullie. Waar is Bubbles? Bubbles groet jullie ook. En we zeggen tot de volgende keer. Doei doei! This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.